Dit platform is verbonden met de top van deze tempel. Holy moly. Gebruik je kracht om de 4 batterijen te laden. Oh my god, we beginnen eigenlijk nu pas aan de tempel. Niet! Ik dacht dus dat dit wel zou lukken in één video. Maar deze bliksemtempel blijkt best wel groot te zijn. In ieder geval moet ik dus de 4 bliksembatterijen gaan opladen samen met Ryu. En die zitten hier ergens in deze toren. Ik vind het super vet dat jullie in aflevering 18 nog steeds bij deze serie zijn. Laat even in de reacties weten of je alle afleveringen hebt gezien. Oh, en doe gelijk een duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren. Ik zeg dat altijd omdat ik weet dat sommigen van jullie dat sowieso vergeten. Ryu! Kom, we moeten je kracht even doen. We moeten je kracht doen. Let's go. 1, 2, 3. Bam. Lekker. Oké, nu jij. Nu jij. Let's go. Aanvallen. Lekker. Oh, er is hier nog één. Er is hier nog één. Kan iemand mij helpen? Er komt iemand achter mij aan. Oh, lekker. Lekker, lekker. Oh my god. Dit deden we zo goed. Ik heb hier een schild met spiegel. Die schijnt niet per se beter te zijn dan de schilden die ik heb. Heeft deze leiding ermee te maken? Of whatever het is. Lijkt erop alsof hier van boven in moet. Wat is dit? Dit is ook een spiegel, toch? Oké, ik ga gewoon verder naar boven. Oh ja, ik kan natuurlijk ook even kijken welke verdieping ze zitten. Ik ben nu op verdieping 2. Maar ik zie helemaal geen kamers hier. Ik wil gewoon eerst helemaal naar boven, denk ik, of zo. Kijk, daar is een kamer. Oké, ik ga daar naartoe klimmen. Let's go, Link, let's go. Oké, nu zijn we hier. En dan? Oh, oké. Oké. Jongen, wat heb jij voor een sick wapen? Ga weg. Nee, hij gaat mij kapot maken. Hij gaat me... waar ben je, Ryu? Kom me helpen. Ryu! Waar ben je? Help me! Oké, we hebben hem. Jeetje, wat was dit? Speer met vlammenwerper, niet oké. Okay. Maar hoe kom ik hierin dan allemaal? Oh, kijk, hier is iets. Moeten we die dan... Oh, wacht. Ja, daar hebben we deze kracht voor, je terugspoelkracht. Gaan we deze terug laten spoelen. En dan moet... Ja, kijk, dan moeten dus licht tegelijkertijd doorheen komen te gaan. Dus dat is ongeveer zo. Of ik kan nu natuurlijk er doorheen. Ja. Ja, kijk, deze snap ik. Deze snap ik. Nu moeten we deze blokken weghalen. Zo. Dit blok ook weg. Hallo? Hallo? Kom hier, blok. Zo, er komt er licht doorheen. En dan op een gegeven moment, als er goed licht doorheen komt, dan gaat hij op de spiegel. Dan laat de spiegel op. En dan gaat de deur open. Kijk, oké, cool. Ja, kijk, dit snap ik. En er komt ook licht op die andere spiegel daar tegenover. Kijk, dat schijnt dan nu er doorheen ongeveer. Dan laat die ook op. Ja, cool. En dan? Dan gaat er daar iets open. Kijk, oké, het begin is er. Dit doen we dus op de 3e etage inmiddels. Nu kunnen we hier op een knop staan. Dan gaat die spiegel opzij en dan kunnen we ergens naartoe. Oh, hier moeten we uitkijken dat we niet geplet worden. Ja, je zegt wel dat dit een probleem wordt. Maar we kunnen toch gewoon deze ertussen leggen, zo. Kijk, en dan kunnen we gewoon lopen. Lalalalala. Oh, hier hebben we nog een platformpie. Oh, oké, nu is die gewoon open. Oké, cool. Oh, ik hoor weer een vijand trouwens. Die staat daar lekker aan de overkant te chillen. Let's go, pak hem! Oh, hij doet ook niet echt iets, hè? Kunnen we wel deze steen eronder leggen, zo? Kunnen we er langs lopen? Hallo? Oh, pak hem, pak hem, pak hem. Schiet hem in zijn oog. Oh, schiet hem in zijn oog. Oh, nee, dit is helemaal niet zo'n sterke vijand. Oké, cool. Mag ook wel een keer, niet zo'n sterke vijand. Kijk, hier staat alweer iemand. Ik ben gevallen. Ik ben er gevallen ergens in. Ik heb mijn korkblad nog steeds bij me. Zo, hoppakee. Hier hebben we een spiegel. Kan ik hier nog uit of zo? Dan moeten we even zo omhoog teleporteren. Ja, dan kom ik hier uit. Even uitkijken voor die vijand hier, als die er nog is. Kijk, daar is die. Kijk, hoe gooi je, jongen. Wat gooi je nou die dingen op mij? Ik kan trouwens Ryu helemaal niet vinden. Waar is Ryu nou de hele tijd? Kom op, Tulin. Blaas hem maar... Nee, we blazen hem niet. Ryu! Waar ben je nou? Ik heb je nodig. Oké, ja, ook prima als jij het allemaal doet, hoor. You know, die slaat ze toch wel allemaal kapot. Oh, kijk uit, kijk uit, kijk uit, kijk uit, kijk uit. Kijk uit. Kijk uit. Ryu, waar ben je nou? Ryu is echt verstoppertje aan het spelen. Unobo, kom eens hier. Ja, jij helpt me tenminste wel. Oh nee, jij bent ook weg nu. Ja, kom hier. Kom hier, Unobo. Pak hem. Top. Wat een ziek ideetje. Ryu die denkt, nou Rick, jij mag het even lekker allemaal alleen doen. Ik heb hier helemaal geen zin meer in. Oké, nou laten we eens even kijken of we iets met deze spiegels kunnen doen al. Ik heb het idee dat dit luik open moet. Maar nu weet ik nog niet hoe dat moet. Oh, wacht even. We hebben dus van deze staken, die kunnen we in de muur klemmen. Dat moeten we dan doen op het moment dat die spiegel vrij is, denk ik. Dus dat
Oké, wacht. Het kan bijvoorbeeld... Nu? Nu? Oké, dit is moeilijker. Oké, we gaan eerst... Gaan we hem even rustig dit ding even terugspoelen? Kan dat? Nee, dat kan niet. Oké. Oké, timing. Alles komt met de timing. Stel... Ik doe hem nu in de muur. Dit is precies verkeerde timing. Zo dan. Ja, kijk, dit is goede timing, denk ik. Oké, dan hebben we nu hier een spiegel. En die spiegel kunnen we dan daarop weer kaatsen. Zo. Cool, dan gaat dit open. Dan heb ik daar alvast een spiegeltje neergezet, maar die staat zo te zien nog niet goed. Gaan we eens eventjes hier naartoe. Ik denk dat we dit blok eventjes zo naar de zijkant moeten knallen. Dan zou die lichtstraal er langs moeten kunnen. Dus eventjes kijken hoor. Stel, ik zet hem hier neer. Ja, kijk, hoppakee. Yes. Lekker. Dit is top. Oh, je stond nog hier te wachten, Ryu. Je denkt, oh, ik wacht wel even bij dit ding. En dan Link, die regelt het voor de rest wel. Nou, oké, hè. Helemaal goed. Moet ik dan hierop schieten nu? Is dit... Ja, oké. Ja, nu is het goed. Oké. Jo, maar dit is pas nummer 1, hè? Allereerst vraag ik me af hoe ik überhaupt hierboven kom. Moet ik zeker klimmen. Wacht even. Kan deze steen hier niet gewoon weg? Ja? Ja, dit is een goed geluidje altijd. Dan kan ik nu misschien verder omhoog hier. Kijk. Ja. Nu kunnen we helemaal naar boven, joh. Lekker dit. Pak hem, Link. Hotsiekiezeetje, flotsie motsie. Maak hem kapot. Lekker. Hoppa. Zo, dit voelde echt heel goed. Oké, maar nu zijn we dus helemaal boven. Alhoewel, we zijn op de vierde etage. Maar op de eerste, de tweede en de begaande grond is iets. Maar het zou zomaar kunnen dat we hier ook iets moeten doen. Oh, kijk. Dit zijn ook spiegels en deze moeten waarschijnlijk schuiven. Maar tot nu toe schijnt er niet echt een licht naar boven. Maar dat is misschien voor straks. Ja, ik denk dat dit voor later is. Alhoewel, zag je het daarachter? Daarachter is iets. Ik ben veel te nieuwsgierig. Ik maak helemaal geen goede tutorial video's, jongens. Dan zie ik weer wat en dan wil ik daar weer naartoe. Kijk, we zijn in de kamer van het daglicht. En hier zijn ook spiegels. Ja, kom maar. Ik wil best wel zo'n spiegel gebruiken. Dan moet ik waarschijnlijk dit blok hier neerzetten. En kantelen. Ja, zo neerzetten. Dan die spiegel er bovenop. Kijk, dan schijnt die spiegel er doorheen. Ja. Misschien moeten we dit toch doen, jongens. Kijk, nou kunnen we dus die spiegel aan de overkant gaan gebruiken. Deze moet dan eventjes aan de kant, zodat het doorgelaten wordt. En dan kunnen we die weer op de goede plek schuiven. 1, 2, 3, komt u maar. Zo, die weer kaatst onder licht die kant op. Dan gaan we deze ook een stukje naar me toe halen. Gaat die... Oh, die gaat naar boven. Oh, kijk, ja, daar wordt wat opgeladen. Nice. En dan? Dan kunnen we daaronder. Oké. Nou, misschien moeten we dat maar doen. Kan ik daar dan naartoe klimmen? Ja, nou, misschien wel. Dan moet Linkie eventjes hierin gaan zweven. En dan kunnen we hierop. En dan kunnen we een beetje gaan klimmen. Volgens mij was het hierboven. Als ik het goed heb. Ongeveer. Ja, hiernaast. Oké, gaan we hier het hoekje om? Ja. Hier was het. En dan is hier een knop. Ja, en dan kunnen we hier naar achter. Komen we dan helemaal uit op de begaande grond? Ik denk het wel. Oh, maar ik moet wel echt heel goed zweven hier, jongens. Oké. Oké, dan kunnen we hier langs. Volgens mij kunnen we nu gewoon afdalen. Volgens mij heb ik nu de goede plek gevonden. Of toch nog, nou, niet helemaal. Hier zo. Ja, kijk, dit is alweer op de eerste etage, denk ik, of zo. Kan ik vanaf deze kant deze deur openmaken? Nee? Hoe kom ik hier nu überhaupt uit dan? Hoe kom ik hier uit? Oh, ja. Oké. Ryu, ik heb je nodig. Waar was je nou, joh? 1, 2, 3. Bing! Nummer 2. Oké, dus voor die op de begane grond of die wat lager waar we net mee bezig waren, moet je eerst helemaal naar boven. En nu moeten we er dus nog 2. Oké, het gaat de goede kant op, jongens. We moeten er nu nog 1 op de tweede. Ja, en 1 op de begane grond dus blijkbaar ook. Die zit hierachter. Even eens kijken hoor. Ik zie daar niet echt iets in de lucht. Aan de zijkant wel. Kijk, daar zou je misschien erin kunnen aan de zijkant. Oh, kijk. Ja. Oh, deze was een stuk makkelijker dan ik dacht. Dan zijn we er al. Oh joh. Oké, deze is easy. We moesten gewoon heel even goed naar binnen kijken om te kijken vanaf welke kant we erin konden. Het was gewoon vanaf de zijkant. Heel nice. Oh, lekker. Dan moeten we er nog 1. Nou, top dit. Die was dus op de tweede etage. Dus even koekeloeren. Ik ga een klein beetje omhoog. Is dit de tweede? Nee, ik ben nu op de derde. Dus er zou eentje lager moeten zitten. Maar waar dan? Daar in de hoek. Ben ik er gewoon langs gelopen? Nee, hier hebben we het al gedaan. Deze hebben we al.
Hier in de hoek. Ja, deze hebben we al. Daar is een spiegel die moet opladen. Zou dat met die spiegels daarboven toch te maken hebben? Laat me even koekeloeren. Ik denk niet dat het kan, maar er zijn er nog twee andere spiegels. Kijk, want nu wordt dus de straal zo naar boven gericht. Zouden we die straal die daar binnenkomt kunnen op laten vangen door deze? Ja, oké. Kijk, ja, en nu blaast hij naar beneden. Bijna raak. Een klein beetje deze kant op zo. Ja, kijk, nu laat hij op. Nice. Kijk, dan kunnen we nu gelijk daar naartoe. Dus toch. Ik zag die spiegel. Ik denk, ja, dat moet met die statues daarboven te maken hebben die we nog niet hebben gebruikt. Oké, cool. We kunnen hier doorheen. Hier moeten we Gyarados verslaan, zo te zien. Ryu, kom mee. I need you. I need your electricity power. To shoot this massive thing. Let's shoot it. 1, 2, 3, 4, 5. Kablam. Kijk, die is alvast weg. Yunobo is er ook. Yunobo kan ook een beetje helpen. Maar natuurlijk moet Ryu het meeste helpen. Ryu, kom hier. Kom eens. Ryu. Ja, heel goed. Pakken we ze allemaal tegelijk. 1, 2, 3. Pie. Lekker. Oké, Yunobo, nu mag jij het afmaken. Lekker. Oké, soepel jongens. Heel soepel. Die is ook kapot. Daarboven staan er nog twee met pijlen. Die kunnen we ook schieten. Oh, vol in de roos was die ene. En deze ook. Nice. Oké, alle enemies zijn denk ik nu wel weg. Ja, ga ik even pijlen rapen. Gypto-botjes rapen. Oh, ik heb zelfs een Gypto-hart nu te pakken. Freaky. Oké, er liggen hier lekker veel materiaaltjes. Hierachter is de batterij. Even kijken hoor, wat hier allemaal ligt. Ik denk dat we hier iets moeten gaan bouwen. Hier liggen zoveel materialen. Ik zie spiegels, platformpjes. Oké, we zien zelfs dit soort ballonnetjes. Eerst maar eens even kijken wat de bedoeling is. Die spiegel die is dus daarboven. Dus ik denk dat ik zo'n ballon op een platform moet zetten. Laat ik het maar gewoon vastmaken gelijk. En er moet een spiegel in dan, denk ik. Ik zie alleen niet zo goed hoe dit echt perfect zou moeten werken. Maar goed, maakt niet uit. Die spiegel die plakken we hier aan de voorkant vast. En deze gaan we dan hier neerzetten. Pak ik even een fakkel. Misschien dat ik hem met de fakkel gewoon al sowieso een beetje om... Oh, ik kan er natuurlijk zelf op staan. En dan kan ik zelf een beetje bepalen hoe hoog het komt. Ja. Als ik dan mijn fakkel wegstop, dan stopt die natuurlijk met omhoog gaan. En dan kan ik het zo een beetje proberen te timen. Ja! Precies dit! Lekker! Oh, dit was niet heel, heel moeilijk, jongens. Ik dacht dat het lastiger zou zijn, maar het viel mee. Oké, en dan haal ik nu het vlammetje weg. En dan knalt hij naar beneden. Dan moeten we hem wel weer eventjes op de goede plek leggen. Nou, nee... Maakt eigenlijk helemaal niet uit. Ik wou die spiegel aanzetten, maar het enige wat we nodig hebben is de kracht van Ryu natuurlijk. Om de laatste batterijen op te laden. En dan kunnen we door. 1, 2, 3. Bam! Lekker! Alright. Superleuke tempel is dit. En daar komt hij. De laatste van de vier batterijen. Nu moeten we terug naar het mechanisme in het midden volgens Ryu. Dus nu zouden we deze aan moeten kunnen zetten. En dan gaan we volgens mij helemaal omhoog. Eens even kijken wat er gebeurt, jongens. De eerste keer dat we dit deden, kwamen we niet zo ver. Oh, gaat het goed, Ryu? Het lijkt erop dat het mechanisme gaat bewegen. Oh my gosh, jongens. There we go. Naar de top van de tempel. Oh nee, het ziet ernaar uit dat hier nog meer Gyarados zijn. Ryu zegt daar verderop glinstert iets. Wat dan? Oh, dat is het hart. Het hart van de Gyarados, denk ik. Of... Nee... Nee, dat is die tier. Dat is die tier die Ryu moet hebben straks. Dit gaat niet goed, hè. Dit is de kamer van glorie. Ja, en daar is inderdaad die traan. Oké, Ryu. We gaan dit gevecht starten. Heel deze paddenstoel moet bedekt zijn met jouw kracht. Dan gaan we de eerste slopen. Oké, we gaan dit nog een keer proberen. Oh, kijk. Ja, zie je, er valt ook dan licht hier in de tempel als we die allemaal hebben weggehaald. Zouden we niet op die moeten schieten dan? Oh my gosh. Ik heb het beest wakker gemaakt nu, hè. Nee, hij is weer terug. Nee. Deze is kapot moeilijk. Deze hebben we al een keer eerder gezien. De Gyarado-koningin. Ik word hier helemaal niet blij van deze koningin. Dit is geen vriendelijke koningin. Ryu die ziet het wel zitten. Die zegt, laten we er maar gelijk mee afrekenen. Ja, ik geef je groot gelijk. Maar ik ben een beetje bang voor deze Gyarado-koningin. Laat me eerst even een maaltijd nuttigen. Ryu, niet wegrennen. Niet wegrennen. I need your power. I need your power. Oké, kom. Oh. Ik ga schuilen. Hierachter. Boom! Lekker. Oké, misschien kan jij ook gelijk wat doen. Yunobo. Lekker. Oké, wegrennen. Oké, hij is daar. Ryu, waar ben je? Je bent bij me.
Oké, cool. Hij heeft nog meer van die gekke draaikolken, zanddraaikolken. Nu kunnen we hem weer raken. Bam, lekker. Oké, top. Dit is niet oké als ik één keer geraakt word, hè. Oké. Ja, dit was het. Die charge attack, die is niet te doen. Oké, ik ga niet liegen. Deze is moeilijk. Ik ben al een paar keer kapot gegaan. Ik ben er dus achter gekomen dat het niet werkt om op die pilaren te schieten. Op het moment dat hij... Oeh, wacht even. Op die pilaren te schieten. Op het moment dat hij nog niet halverwege is. Want dan, dat werkt gewoon niet. Dan gaan die pilaren niet kapot. Dus ik kan niet nu alvast alle pilaren kapot schieten. Dat wilde ik dus eigenlijk wel doen. Maar dat werkt helaas niet. Ryu? Kom even, kom hier. Kom. Ik heb je kracht nodig. Elke keer dat je hem twee keer hebt geraakt, dan vindt hij jou niet meer aardig. Dus nu kan je hem kapot schieten. En dan kan je hem nu keihard gaan slaan. Misschien werkt de vlammenwerper wel goed. I don't know. Ik ga toch voor een ander wapen. Ik had al... Oh my god, ik raak ook gewoon niks. Dit is zo'n slechte turn. Dit is zo slecht gedaan. Want nu word ik geraakt. En nu gaat hij mij kapot maken. Wedden? Achter die pilaar! Oké, cool. Misschien moet ik sowieso eerst even wat eten. Zo, dan ben ik in ieder geval vol. Dan ga ik niet in één keer dood als hij mij één keer raakt. Deze kan je natuurlijk gewoon lekker afweren. Wat is hij nou aan het doen? Zit hij nou op zijn eigen pilaar te schieten? Nou, in dat geval schiet ik gewoon op jou, hè. Ik bedoel, dat vind ik ook prima. Maakt mij niet uit. Ik vind het helemaal gescheten. Yunobo, jij kan ook nog even een aanval doen. Lekker. Oké, wervelwind. Naar de zijkant rennen. Let's go, Ryu. Ryu is er weer klaar voor, zo te zien. Mijn energie is er nog. Oké, we kunnen hem nu weer raken. Bam! Top. Oké, soepel. Hopelijk raak ik hem nu beter met mijn wapen. En help de rest me ook even mee. Lekker. Oké, laat hem op de helft brengen, die gekke Gibdokoningin. Heel goed. Maar nu wordt het lijp. Nu wordt het echt lijp. Het is niet leuk. Nu komen er allemaal gekke Gibdos. Dus ik ga proberen om nu wel zo'n pilaar kapot te maken. Misschien kunnen ze alleen kapot op het moment dat ze openstaan. Zou dat het zijn? Want als je goed oplet, dan zie je dat die pilaar dus nu open gaat. Oké, ik zie hier gekke zandstraal weer. Dan gaan we nu deze schieten. Is die dan gelijk kapot? Hij is gelijk kapot. Dan gaan we hierin staan, want zij kunnen natuurlijk niet tegen licht. Dus dan gaan ze allemaal kapot. Iedereen die nu om me heen staat, gaat gewoon kapot. Dus dat is lekker. We gaan gelijk voor die andere ook. Let's go, Ryu. We willen gewoon deze pilaren allemaal eventjes gewoon fixen. Moet wel eventjes... Oh, lekker, Yunobo. Je helpt ons gewoon mee. Lekker, man. Yunobo, die vangt ook gewoon zo'n klapje op. Kijk, nu kunnen zij hier niet tegen. Dit is heerlijk. Oké, Ryu. De derde. We gaan eerst even al die pilaren doen nu. Komt die gekke straal weer? Misschien kan ik hem outrunnen. Ja, nice. Dan gaan we nu deze pilaar doen. Hotseflots. Ook kapot. Kunnen we nu op drie plekken schuilen. En dan laten we ze even naar me toe komen. Misschien komen er zelfs geen Gibdos meer langs nu. Als ze straks klaar zijn. Go Ryu. De laatste. Ik weet niet waar die gekke baas is en wat die baas gaat doen. Maar ik ga deze alvast kapot schieten. Zo, hotseflots. Oh, deze gaat niet kapot. Oké, deze heeft er geen zin in. Of zo? Deze is geweigerd.nl. Deze doet niet meer mee. Femke Louise stel. Oké, cool. Nou, dan ga ik het gewoon hier naartoe lopen. Dan ga ik het gewoon met drie pilaren doen, denk ik. Ook goed. Waar is die gekke baas? Daar, achter. Wat gaat die gekke baas doen? Daar komt die straal weer. En dan moet ik hier in gaan lopen, zodat ik niet aangevallen kan worden. Cool. Ga ik jou nu schieten? Oh, of niet? Waar ben je? Oh my god, die straal raakte mij. Oké, Yunobo. Kan je je krachten alsjeblieft doen? We moeten die gekke koningin raken. Ik weet niet waar ze is. Ik zie haar niet. Oh, daarboven is ze. Ja, ik denk niet dat we er kunnen raken zo. Oké, straaltje komt eraan. Oké, kan je die alsjeblieft van me afslaan? Oh my god, dit is vervelend. Oh, en dan is ook gelijk de kracht weg. Dan verliezen die Yu ook gelijk de kracht als wij geraakt worden. Wat irritant. Oké, ik ga wel even hierin staan. Dat is niet te doen. Ik zie die gekke beest niet meer. Oh, daarachter. Let's go! Schieten! Heb ik nou geraakt? Ik heb te geraakt. Oké, cool. Oké, we gaan hierin. En dan gaan we wegrennen. Naar de volgende. Ryu, zet je krachten maar alvast aan. Let's go. Ik zie niet waar die... Oh, daarachter. We kunnen er nu pakken. We kunnen dit niet pakken. Want er zijn weer van die gekke wervelstormen. Come on, Ryu. Oh, Ryu is geraakt. Helaas. Dan verliest ze ook de kracht. Kom op, Ryu. Oh, ja, nee. Je komt weer naar mij toe stormen. Niet oké. Ik kan je nu raken.
Lekker! Oké, top. Top dit. Oké, nog één keer raken, dan kunnen we weer gaan slaan. Even wegrennen. Oh, dit kan goed gaan. Dit kan goed gaan. Dit, want hij is dichtbij. Hij is dichtbij. Raakt er. Lekker. Cool. Oké. Nu. Slaan. Met z'n allen. Let's go. Maak de Gibco koningin kapot. Het scheelt niet zoveel meer. Het scheelt helemaal niet zoveel meer. Let's go. Let's go. Ik neem een verdedigingsdrankje en ik ren weg. Anders worden we keihard geraakt. Kijk, daar komen ze weer aanstormen. Of daar komt ze weer. Daar komt ze weer. Maar we gaan goed. We gaan goed. We gaan goed. Oké. Ik denk dat we er bijna zijn. Oh nee, nog een storm. Maar hij komt niet op mij af. Ja, nee, lekker, lekker, lekker. Schieten. Oh my god, ik mis. Ik mis. Ik schoot er tussendoor. Ah, nu raak ik. Yes. De Gibco koningin is kapot. De moeilijkste baas tot nu toe. Absoluut de moeilijkste baas tot nu toe. Maar Dodo eigenlijk ook wel de leukste. Omdat hij een beetje uitdagend is. Weg met die gekke insecten. Man, deze was cool. Deze was lekker. Krijg er weer een hartje bij, gelukkig. Die kunnen we goed gebruiken. Ik zweet er gewoon een beetje van, jongens. Niet te doen dit. En daar is de traan voor Ryu. Extra hartje erbij. Ze vraagt zich af wat dat is. Nou, daar kunnen Yunobo en Tulin je wel over bijpraten wat het is. Dit is een traan. En die is voor jou. Super cool, man. Ook hoe deze hier gewoon in die tempel hangt met die achtergrond. Heel nice. Ja, pak hem maar. Hij komt niet voor niks naar je toe. Deze traan van het koninkrijk. Let's go. Let's go. Nice. Dierbare dochter van de Gerudos. Ik ken die stem. Jij bent degene die de hele tijd tegen ons sprak. Dit is haar voorouder. De verre voorouder. Een Gerudo-strijder die de eerste koning van Naruto diende. Ja. Zij kon ook de bliksem controleren. Je bent de trots van de Gerudos, Ryu. Precies, dat zei ik. De demonenkoning heeft het monster gestuurd dat verantwoordelijk is voor de zandstorm. Waar het monster moest voorkomen dat je die steen in handen kreeg. Oh, zij droeg hem dus als oorbel. Ook vet. Ryu denkt, waar heb je het allemaal over? Binnenkort zal het duidelijk worden. Nou, en ook zij begint natuurlijk weer te vertellen wat er vroeger is gebeurd. En ook zij wordt opgedragen om Link te gaan helpen. Ga je het doen, Ryu? Nou, je twijfelt toch niet? Mijn plichten als matriarch en aan je zijde te vechten. Ja, je hebt een hoop verplichtingen op deze manier, op deze leeftijd. Riju vindt het alleen maar leuk. Oh. Ah, zij is zo cool. Zij is echt vet. Ik weet echt niet wie ik nou het leukst vind tot nu toe. We hebben natuurlijk Riju, Yunobo en Tulin. Laat het weten in de reacties wie jij het coolst vindt. En dan moeten we dus nog naar de Zoras toe om te kijken wie daar is. Heel vet hoor, dit. Ja, zij draagt hem... ja, ook als oorbel. Awesome! Super cool. Nice! Woehoe. Bam! Oh, dit ziet er badass uit hoor. Super cool. Yes! En ook gaat Link connecten met Riju. En hierbij zweert ze dat ze ons gaat helpen. Nou, het zijn wel vette shots altijd. En een coole muziek dit. We hebben dit al 2 keer eerder gezien, maar het blijft wel gewoon heel cool. Hoppakee. En die kracht, die hebben we nu ook bij ons. Ja, ik denk dat de storm dus ook gaat liggen nu. Kijk maar. Ja, 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 ja. De mondkapjes mogen af, jongens. De zandstorm is weg. Oh, daar zijn de Gerudo-meisjes ook gewoon. Die mogen nu ook naar buiten. Omdat de zandstorm is gaan liggen en de lucht is weer blauw. Dus Teletubbies, kom maar gauw. Daar is de troon. Hallo. Word je ook weer wakker? Ja. Kijk, daar is de tempel. Oeh. Oh, dit is een vibe. Deze muziek.
Riju zegt, Link, ik ben dankbaar dat je me hebt geholpen om de Gerudo's te redden. Ik heb gehoord dat de Gibdo's de bewoonde gebieden met rust laten sinds de zandstorm is verdwenen. Het zal even duren voor we alles opnieuw hebben opgebouwd, maar dankzij jou kunnen we weer boven de grond wonen. Nou, graag gedaan. Sta me toe om mijn dank uit te brengen namens alle Gerudo's. Nou ja, graag gedaan hoor. We hebben het samen gedaan ook, hè. Ik bedoel, Riju heeft ook geholpen. Het fort is veilig, maar het spijt me te moeten zeggen dat we nog steeds geen informatie over Prinses Zelda hebben. Riju zegt, nou, Buliara. Er is wel iets interessants gebeurd dat met Zelda te maken heeft. Ik zag namelijk iets toen ik de geheime steen in mijn hand had. De persoon die mijn voorouder de wijze van de tijd noemde, leek sprekend op Zelda. Ervan uitgaande dat dat de echte Zelda was. Dan bevindt onze Zelda zich in het verre verleden. Het tijdperk van mijn voorouder. Oh, is dat gaande? En de Zelda die wij hebben gezien moet dan iemand anders zijn. Dat zou kunnen kloppen, maar we moeten dit verder onderzoeken als we antwoorden willen hebben. Link, hoewel het gevaar van de zandstorm en de Gibdo's geweken is, kan ik deze plek op dit moment niet verlaten. In ieder geval niet, totdat het fort rustiger is. Ik ga wel verder met onderzoeken waar Zelda is gebleven, dus je kunt het gebied met een gerust hart aan ons overlaten. Dankzij mijn krachten als wijze ben ik altijd bij je. En ik ondersteun je met alles wat ik te bieden heb. Hartstikke idee. De eed van Riju. Wijze van de bliksem. En deze missie is ook voltooid. En dat zorgt er dus voor dat we inderdaad dit fort nu rustig aan kunnen gaan verlaten. De kinderen zijn weer buiten aan het spelen. De marktkraampjes zijn weer terug. Je kan gewoon weer door de vooringang. Nee, deze winkel toch niet. Als je kleren wil hebben, dan moet je toch via de grond. En dan... kijk, we kunnen nu ook gewoon eens even gewoon door de woestijn heen kijken. Heel cool. Ja, vet hoor. En dan is de enige plek waar we nog naartoe moeten... naar de Zora's. En dat is hier. Ik ben er al in de buurt geweest. Dus we kunnen misschien wel naar zo'n toren. Of naar zo'n tempel. En dan hier naar deze toren. En dan proberen rustig daar naartoe te zweven. Maar ik heb zo'n vermoeden dat we via deze kant moeten. Hier over de brug die we kennen. Uit The Legend of Zelda Breath of the Wild. Het was mijn favoriete gebied in Breath of the Wild. En als je daar net zoveel zin in hebt. Als ik. Kijk dan zeker naar de volgende video. Duimpjes omhoog. Abonneer voor heel veel Nintendo video's. En dan zie ik je gewoon bij de volgende. Mazzel!